in de zorg zijn er tegenwoordig veel regels, protocollen en wetten. Systemen lijken belangrijker te worden dan mensen. Om dit tegen te gaan in de ouderenzorg is er een project gestart door LOC Zeggenschap in Zorg. Een netwerk van mensen die betrokken zijn in de zorg. Martijn Laterveer vertelt ons wat dit project inhoudt. We gaan 3 jaar lang een project doen in de verpleeghuizen. 4 verpleeghuizen hoeven zich niet aan allerlei regels te houden. Zoals bijvoorbeeld van de inspectie. We mogen met elkaar kijken wat is goede zorg en hoe willen we dat dan organiseren. 25 andere verpleeghuizen mogen meekijken en mogen ook in de loop van die 3 jaar regels afschaffen. Zodat we na 3 jaar heel veel verpleeghuizen hebben waar minder regels zijn en meer tijd om goede zorg te verlenen. In de zorg zijn er heel veel regels op dit moment en daar heeft iedereen last van. Zowel degenen die in de zorg werken als degenen die zorg krijgen en familieleden. Maar ook steeds meer bestuurders die vinden dat heel vervelend. En daarom willen we in dit project gaan zorgen dat er minder regels komen, zodat er meer tijd is voor de bewoners en om echte zorg te verlenen. En mensen ook niet bang hoeven te zijn om soms risico te nemen dat bijvoorbeeld iemand naar buiten loopt en er iets gebeurt. Zodat we met elkaar kunnen zorgen dat er echt tijd is voor de bewoners en dat er ook gebeurt wat bewoners graag willen in hun leven. Topaz is 1 van de 4 verpleeghuizen die meedoen aan het project. Hier mogen de hulpverleners straks kijken wat ze nodig hebben om hun werk goed te doen. Zonder overbodige regels en papierwerk. We spreken hier met Lia de Jong, bestuurder van de organisatie, en Ria Bader, lid van de cliëntenraad, over wat zij verwachten van de toekomst van verpleeghuizen. Wat ik belangrijk vind bij de ideale zorg, is dat je je steeds realiseert voor wie doe je het nou eigenlijk. En daar horen vragen bij als van, wat maakt u blij vandaag? Of hoe wilt u het gehad hebben? En daar horen daarnaast uiteraard kwalificatie-eisen bij voor het personeel. Maar het belangrijkste is dat je zorg opbouwt vanuit de relatie tussen de professional en de cliënt om zo te komen tot betere zorg. De ideale zorg ziet eruit dat de mensen zich fijn voelen, geliefd voelen en een ideale plek hebben om te wonen. De belemmering in de ideale zorg kan zijn het vele papierwerk. Als je dat kunt minimaliseren, kan die ideale zorg meer naar voren komen. Stel, er is een meneer of een mevrouw die zit in een tehuis, die valt vaak. Maar dat heeft ze wel, de vrijheid, hij of zij. Nou kun je met de familie overleggen dat als zo'n persoon de vrijheid heeft om te lopen, maar valt, dan kun je proberen om die papierwinkel te minimaliseren. Dus dat valincident niet steeds te hoeven melden, kan je dus meer tijd besteden aan de zorg. Ik denk dat als we in Nederland de zorg op gaan bouwen, echt vanuit de relatie met de cliënt en de medewerker, dat de zorg met minder regels veel sterker en krachtiger wordt.